Wat ik nou vind is echt bizar. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Hele grote hondenbok. Maar het is nu tijd om te gaan. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sarella. Het is vandaag maandag. En ik heb heel vaak dat ik denk bij mezelf... Ik zeg dat het maandag is, maar als jullie dit zien is het woensdag. En zo zit ik echt met mezelf in de knoop welke dag ik moet zeggen. En soms zei ik de dag wanneer de vlog online komt. En soms zeg ik de dag wanneer ik de vlog opneem. Dus net als nu, het is vandaag maandag en nu neem ik de vlog op. Maar als jullie dit zien is het woensdag. Dus het is een beetje verwarrend voor mezelf ook. En ik denk voor jullie ook, als ik de ene keer zeg dat het dinsdag is en dan ineens is het donderdag. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, in plaats van dat ik zeg wanneer de vlog online komt... Zeg ik gewoon de dag wanneer ik de vlog opneem. Dus net zoals nu, het is vandaag maandag en jullie zien dit woensdag. En ik zeg gewoon de dag wanneer ik dit opneem. Want ik wil niet dat ik zeg, hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog, het is vandaag woensdag. Terwijl ik het maandag film. En dan klopt de dag niet en dan lieg ik een beetje. Want ik heb op woensdag niet die dingen gedaan wat ik eigenlijk op de dag heb gedaan wanneer ik de vlog opneem. Dus ik heb voor mezelf besloten en ik denk dat het voor jullie ook makkelijker is dat ik gewoon de dag zeg wanneer ik vlog. En niet de dag zeg wanneer de vlog online komt. Ik denk dat het ook gewoon... beter is en wow, kijk die vliegtuig hoe laat. Sorry, ik ben heel snel afgeleid. Maar kijk hoe laag die vliegtuig vliegt. Ik heb nog steeds mijn luipak aan. Ik heb even een andere broek aangedaan. Want ik ga samen met mijn vader de zolder opruimen. Althans, de kerstgedeelte. Dus de helft van de zolder is kerstgedeelte. De andere helft is eigenlijk gewoon rommel. Maar aangezien het bijna december is en kerst komt eraan, wil ik het huis weer gaan versieren. Dus we gaan eventjes alles checken wat nog heel is, wat het nog doet, welke lampjes er weg kunnen, welke lampjes we willen bewaren, welke lampjes we dit jaar willen gebruiken. En ook voor de kerstboom. Dus wij gaan eventjes gezellig met z'n tweetjes de hele zolderhelft opruimen qua kerstgedeelte. Dus ik ga voor jullie een leuke timelapse maken. Veel plezier met kijken. Naar de timelapse. Kijk wat ik tegenkom. Nog allemaal cd's van vroeger. Allemaal cd's. Tegenwoordig draai je dat bijna niet meer cd's. Dat allemaal via bluetooth. Wat zei je, pap? Geen honderd schulden. Ja. Wat wil je dat ik met die dvd's of cd's doe? Ja, dat zit ik ook... Eens kijken hoeveel er zijn. Ja, dat is niet alleen. Er staat ook nog een rek achter je. Een kastje. Oh, hier zit ook nog in. Ja. Doetje. Deze waren wat je toen met de koning... Koningendag, toen je moeder mee gestaan hebt. Toen nog. Oh, om te verkopen. Weet je wel? Ja, niet allemaal. Maar. En in dat rek ook. Maar ja. Die tv ook, doe je ook niks mee. Nee, die tv kan sowieso weg, maar die cd's, wil je dat nog? Ja, of wil je... allemaal uitgezoeken. Juist. Want het zijn die cd's van de... Kijk hier. Ja, maar dat is mijn muziek. Maar kijk hoe oud het is. Ja, dat is van jaren 80. Dat is nu, moet je nagaan. Weet je wel, was 36 is dat jaar niet, is dat, zijn sommige cd's die je echt hebt gekocht in plaats van hebt gebrand, niet geld waard? Echt veel geld waard. Dat is gewoon wat de mensen van geven. Dat is waar. Wat die erbij doet. Nou, dan gaan we kijken of die doet. Ja. Veel herrie. Hij maakt heel veel herrie. Volgens mij doen de lampjes het wel, maar de schaatshuis. Het niet meer. Nee. Ze moesten zo. Dus je ziet ook van die rondjes. Nee, ik doe niks meer. En, jawel, 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 jawel. Dat maakt alleen een tering, Harry. Ja. Kijk, ja. En ze stopte. Moet je kijken hoeveel kerstdorp spulletjes we hebben. Hier zit ook nog helemaal vol. Er zijn nog een hele rails van de trein. En daar achter zit nog kerstspulletjes. Ja, hij doet het nog. En een molentje. Kijk, die is lekker stil. Ja, dat vind ik wel leuk van de kerstdorp. En als je dat dan achter die berg neerzet. Die is nog niet zo oud. Nee, dat zie je ook wel. Oké, doe het dus. Ja,
Nice. Nou, dan heb ik hier nog eentje. Dat is een hele grote. Gaan we eerst even kijken of die nog heel is. En compleet uiteraard. Oké, zo te zien. Wel. Even kijken hoor. Volgens mij is deze ook nog niet zo heel oud, pap. Nee, die heb ik ook niet zo. Maar als ik zo kijk, is deze wel heel. Oké. Dus alleen nog even testen of die doet. Het moment van de waarheid. Even kijken. Moet hij daar? Ja, die doet het nog. Alleen, oh, zal ik even gelijk de top pakken of niet? Nee, doe verder niks. Ook geen muziekje? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, dit is toch leuk? Ja, deze is, kijk, vind ik ook mooi. Ja. Ja. Die is leuk, die gaat ook in de kerst door. Wat ik nou vind is echt bizar. Mijn moeder zat vroeger bij een Crea Club. En ze maakt ook allemaal leuke dingen voor kerst. En dit heeft ze ook zelf gemaakt. Met verlichtingjes eronder. Dat is gewoon van een dakkenpan is dit. Dan kan je hem eventueel hier nog ophangen. Zo. Oh, ik zie dat het lichtje hier een beetje uit is gestoken. En kijk, gewoon een dakkenpan. Wat je wel niet iets leuks kan maken van een dakkenpan. Kan je hem testen of hij het nog doet, pap? Ja. Het is wel enorm zwaar. Nee hoor. Oh my. Ja, ik denk het wel wat je doet. Denk het ook. En anders kunnen we altijd nog het lichtje veranderen. Ja. Ja, die gaan we sowieso bewaren hoor. Ja, natuurlijk gaat die bewaard worden. Alleen het ene lampje, ja. Bij je vinger die moet iets meer ingeschoven worden. Oh, misschien is het wel leuk om op te hangen bij waar die schilderij nu is. Dat lelijke, stomme schilderijtje. Welk schilderijtje? Dat die ook licht geeft. Dat is helemaal geen stom schilderijtje. Jawel. Dat is... Nee, dat is het. Of daar waar hij... Je kunt hem wel erop hangen. Ja. Kerst. We hebben Jezus gewonden. We hebben Jezus gewonden. Ja, uitspraak gezegd. Wat is daar mis mee? We hebben Jezus gewonden. Wat, het is toch zo? We hebben toch... Dus gaan we dit jaar onder de kerstboom doen? Ja. Ik vind het wel mooi om een keer zo. Ja, hè? Oké. Okay. Grote beelden. Zijn ze nog allemaal wel heel? Ja. Ze glinsteren ook mooi. Ze glinsteren inderdaad heel mooi, hè? En dan met die kerstlichtjes eronder. Baby Jezus, toch? Ja, baby Jezus. Ja. En de kalfjes. Ja. Ja. En mama en papa. En... Mama en papa. Jezus, ja, dan Jezus, is toch Maria, de moeder. De en dat is Jezus. Of en dingen. Ja, dus wijs uit het oosten. Ja. Dit gaan we dit jaar onder de kerstboom doen. Dat is heel duur geweest, hoor. Dat weet ik wel. Tenminste heel duur. Nou, valt nog wel mee hoor. Zegt iets heel duur. 31,59. Nou, 31 euro voor ja, dat is waar. Een paar beelden. Het is wel prijs, maar ja. Het zijn wel mooie beelden, ja, dat wel. Waarom? Het is heel duur. Nou, het is best wel prijzig, ja. Oké, okay, dus die is ook goed, dat huisje? Oké. Okay. Dit is ook goed. Oké. Okay. Dus deze kun je erbij zetten. Ja, ga ik doen. Dit is alles wat we bewaard hebben. En de rest is allemaal in mijn broers kamer. Dat kan allemaal weg. Maar dan laat ik je het zo meteen wel zien. En dit is alles wat weggaat. Holy moly. Echt onwijs veel. Ja, het moet weg. Want anders blijft het toch alleen maar op zolder liggen. En dan krijg je nog meer rommel en nog meer rommel. Op een gegeven moment moet je gewoon besluit maken... om iets weg te doen of om iets te houden. We hebben eventjes een eet- en drinkpauze. Mijn vader had zaterdag nasi gegeten, dus ik eet nu lekker nasi met bami of met panggang. En mijn vader heeft bami met panggang, volgens mij, als ik het goed heb. Dus dan gaan we dat even lekker eten. En Nijntje die belde me tot hij klaar was. En ik zeg, klaar met werken, het is pas 12:15. Ik heb een half dagje, omdat ik zometeen naar het balletje moet. Ik denk, oh ja, dat is waar ook. Dus ik ga zometeen gezellig met hem mee. Hij moest een gaatje laten boren. Of weet ik voor wat. Ik weet het eigenlijk niet eens. Oh, erg eigenlijk. Dus Nijntje gaat weer lekker naar huis toe. En daarna gaat zijn mama naar zijn werk brengen. En dan komt hij naar mij toe. En vanavond gaan we ons inschrijven voor fitnessen. Maar goed, dat is allemaal vanavond. Ik ga nu eens even genieten van mijn nasi, van mijn iced tea. En dan eventjes verder zolder opruimen. En dan zijn we klaar. Oh, het is zo pijn op daarboven. Oh. Maar we zijn wel weer leuke dingen tegengekomen. Dat alweer wel. Nijntje heeft een neushaar uit zijn neus hangen. Die probeert hij eruit te trekken. Hij zit er nog steeds. Oh mijn god. Het zijn meerdere.
Het zijn er gewoon drie. Kijk aan. Ja, dit is zo beter. Nu zijn ze eindelijk weg. Gewoon 3 dagen achter elkaar. Daar zit ik dan in de wachtkamer. Nigel is nu aan de beurt. Misschien horen jullie het al. Zo is van geboren. Nigel die had een gaatje in zijn kies. Die moet gevuld worden. En ik heb besloten om niet meer naar binnen te gaan om het niet te filmen. Want Nigel voelt zich daar niet echt prettig bij. Dus dan doe ik dat ook niet. Dus ik zit hier gewoon een beetje chillen. Ik heb heel de wachtruimte voor mij alleen. Dus ik kan een liedje gaan zingen. Ik kan gaan dansen. Alleen hangt aan camera. Dus ik weet niet wie er mee kijkt. En hierna gaan we naar Vlaardingen. Want ik ben echt dol op ijzerkoeken. Ik zal even nu een foto hier laten zien. Zo ziet een ijzerkoek eruit. Het is echt ongelooflijk lekker. En daar is een bakkertje. En die verkoopt het. En ik heb het gegeten. Dankzij een meisje. Ik ben toen met haar moeder samen naar Vlaardingen geweest. En daar heb ik een onwijs leuke dag gehad. Zij is ook naar de Action gegaan, hebben we daar gegeten. En door haar ben ik ijzerkoeken gaan eten. Ze heet Janine. Ik weet niet of ik haar naam mag zeggen, maar ze niet, sorry. En dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik ijzerkoeken ging eten en heb geproefd. En sindsdien ben ik echt verliefd op. Dus ik ben al een paar keer terug geweest om ze te halen. Maar als ik eraan denk, dan denk ik bij mezelf, ijzerkoeken. Het smaakt een beetje als een stroopwafel, maar ook karamelachtig. Ik weet niet, het is heel vaag om uit te leggen, maar het is zo lekker. En hoe was het? Heb ik een dikke lip of niet? Nee, valt wel mee. Zo lang dat ik zo'n lip heb, gek. Oké, vertel even wat ze hebben gedaan. En ze hebben geboord zo. Ze hebben zo heel die boord zo. Overdrijven is ook een vak. Nou, even serieus. Ze hebben het ingegooid. Nee, ze hebben gewoon een beetje geboord. Niet zo diep, gewoon heel lichtjes. Voelde je je zenuwen niet? Het is verdoofd. Oh ja. Oh ja, je hebt een verdoving gehad, ja. Helemaal niks. Nee, je hebt wel een watje hoor, dat je een verdoving neemt. Ik heb nog nooit een verdoving genomen. Ik heb vroeger zoveel gaatjes gehad, ik hou er echt niet van. Je hebt echt vaak gaatjes. Sinds dat ik ken je nu al langer dan 5 jaar. En ik heb je nu al meegemaakt dat je 3 keer een gaatje hebt gehad. En 2 kiezen hebben eruit al laten trekken. 3 keer een gaatje. Ja? 10 jaar geleden, dat heb ik net hoor. 10 jaar geleden ook 4. In 1 keer. In 1 keer? Kijk, dat bewijst me weer. Hier zo. En hier zo volgens mij. Cool. Toen heb ik al helemaal een verdoving gevraagd. Zo. Nou. Ik doe het gewoon zo. Ik kan me nog wel herinneren toen jij je kies had uitlaten. Zo. Ik kan me nog wel herinneren toen jij naar het Erasmus ging en je had je kies laten uittrekken. Je had toen zijn lip moeten zien. Ik kom gewoon echt kwel en zo. En bloed en had hij zo'n watje in zijn mond. Dus echt zo'n chubby mond had je toen. Alsof heel je mond vol zat met spekkies. Toen nog liever dat dan een gaatje boren. Maar echt, ik zeg het je eerlijk. Ik kom nog wel in. Ik heb volgens mij 2 keer in mijn leven een gaatje gehad. Ik heb nooit iets met, als ik naar de tandarts toe ga, even afkloppen. Maar ik heb echt nooit wat. Ik kreeg altijd wel dat soort van gel kreeg ik in mijn mond. En dan moest je dan zo wijten. Dat vond ik zo ranzig. Het lijkt alsof ik een beroerte heb gehad of zo. Nee, schat, doe normaal. Dat heb je niet gehad. Kijk, deze lippen zijn af. Nou en, het is maar voor eventjes. Guys, dit zijn ijzerkoekjes. Ze zijn best wel dik, maar ze zijn zo lekker. Goddelijk. Ik heb ook nog chocoladeboontjes gekocht. Melkchocola. En Nigel heeft bitterkoekjes, hè? Ja. Bitterkoekjes gekocht. En ze zijn altijd lekkerder als het van de bak komt. En de ijzerkoekjes kan je nergens vinden. Alleen hier in Vlaardingen. Zover ik weet. Ik ga even lekker genieten. Haha. Lieve hondjes. Kom eens. Ik ga zitten. Zit. Bambo, kom eens. Kom je niet? Dat krijg je ook niet. Dit, nee, zit. Zit. Dit jaar is de kerstman geweest voor jullie. Ja, en voor jou ook, Rambo. Kom. Kom hier, jij hoort er ook bij. Wil jij daar zitten? Oké, ga jij ook even zitten. Luister nou eens even naar mij. Even zitten. Oké. Oké, okay, bel bij elkaar, want mijn beeld is niet zo groot. Dit jaar krijgen jullie je cadeautje heel vroeg. Maar wel lief delen, oké? Okay? Ja, wel delen. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Hele grote hond.
even uitpakken. Zijn jullie daar blij mee? Ja, daar zijn jullie blij mee, hè? Wacht, maar gaat mama eerst even de plastic ervan afhalen, ja? Kijk. Zo. Hij past niet eens op camera, zo groot is die. Ik heb wel hier ook wel. Ja? Ik heb hem weer gehaald. Bij de action? Nee. Is gewoon zo bot. Gek. Zal ik hem uitpakken? Yeah. En wie loopt er weer mee weg? Boomba. Heb jij hem gepakt? Hij is wat te groot voor jou. Hij zit gewoon te grommen. Oh, Boomba. Lief zijn. Boomba. Lief zijn. Kijk nou hoe groot hij is. Kijk naar Boomba. Goed zo, Angel. Goed zo. Oh, dit gaat rustig worden hoor. Ja, dat gaat rustig. Goed zo, jongen. Oh, dat vind ik echt leuk. Lekker hè. Lekker hè. Daarom heb ik ook voor de zekerheid 2 van deze bordjes gekocht. Want om 3 van die grote te kopen, dat vind ik wel overdreven. Want ze deden het toch uiteindelijk met elkaar. En ik heb ook nog leuke halsbandjes voor ze gekocht. Die, even kijken, die licht geven voor Angel en Boomba. Zodat je ze kan zien. En ik heb nog wat tandpasta en wat shower gel en zo gekocht. En Minnie, dus de honden hebben ook lekker wat te eten. Kijk nou. En dan ga ik dit even snel aan de andere honden geven, zodat het wel een beetje eerlijk verdeeld wordt. Eindstand gaan ze het toch wel allemaal delen. Maar goed, het is even in het begin. Willen ze het allemaal hebben. Dus helemaal top. Wat zei je, pap? Ik heb nummer 3 naar elkaar. Ja, in principe wel, ja. Ik heb heerlijk gegeten. We hebben vanavond kapsalon op. Maar het is nu tijd om te gaan sporten. Ik laat voor deze ene keer mijn camera thuis. Want ik wil gewoon eerst weten hoe de sportschool eruit ziet. En waar ik het beste mijn camera kan neerzetten als ik ga sporten. En we gaan ook vanavond met Nigel's broertje en zijn vriendin. En ik denk niet dat hun het zo prettig vinden als ik gelijk mijn camera meeneem. En ik zelf heb ook liever dat ik de eerste keer eventjes goed tegenaan ga. En een beetje kan spotten waar ik mijn camera kan neerzetten. Dat ik hem nu meeneem. En meer bezig ben met mijn camera dan met eigenlijk echt de activiteiten. Dus ik ga me nu eventjes omkleden in mijn sportoutfit. En dan gaan wij sporten. Althans, we gaan ons eerst inschrijven. En we hopen daarna gelijk te kunnen gaan sporten. Maar of dat het geval is, dat weten we niet. En anders zo niet, dan staan we daar in zijn sportkleren. Terwijl we niet kunnen sporten. Maar daar gaan we allemaal niet van uit. We gaan het wel allemaal zien. Maar de volgende keer als ik ga sporten, dan neem ik uiteraard mijn camera mee. Maar ik moet even kijken of daar plek is om mijn camera zo neer te zetten. En zo niet, dan moet ik een speciale statief kopen. Waar ik hem gewoon om dingen heen kan zetten. Waardoor ik het gewoon kan filmen. Dit is mijn sportoutfit. Alles komt van de Primark. Behalve de sportschoentjes. Ik heb gewoon een sportlegging aan. En een truitje. En dan mijn schoenen die ik van mijn vader heb gekregen. Alleen mijn haar nog even in de staart doen. En dan ben ik ready to go. Wij zijn terug van sport. En we zijn uitgeput. We zijn naar een uur en 3 kwartier gebleven, zoiets? Zoiets, ja. En ik heb zo last van mijn armen. Oh, en van mijn benen. We hebben de buikspiertjes gedaan. We hebben de beenspiertjes gedaan. En we zijn met z'n vieren keihard gaan fitnessen. Ik heb al heel veel mooie plekken gevonden waar ik mijn camera neer kan zetten. Dus dat moet in ieder geval helemaal goed komen. Dus overmorgen ga je gezellig met mij mee naar de fitness. Yes. Hola, diee. Maar goed, wij stinken heel erg naar zweet. Dus wij gaan nu lekker douchen. En dan gaan we even liggen op bed. Want onze spieren, en vooral als je de eerste keer weer na een hele lange tijd gaat fitnessen. En weer actief gaat zijn. En weet ik veel wat allemaal. Dan heb je even wel rust nodig. Want ik ben kapot. Dus ik ga lekker douchen, want ik stink echt heel erg. Kijk eens, Boomba. Doe je dat? Kijk eens. Even kijken. Als je nou wordt uitgelaten, schatje. Kijk, dan zien we jou gewoon. En niet alleen jou, maar ook mijn andere knapperd. Ga jij liggen? Hij verdwijnt gewoon helemaal. Oh, we zien jou nu. Dus als je wil wegrennen, dan zie ik jou. Ja, oh, je wilt weer gekieteld worden. Huh? Hmm. En kijk hoe ver ze zijn. Kijk je bandje. Met het bot. Kijk hier. Hij is kleiner geworden.
Bizar toch? Ja. Ze vinden het alle drie lekker en die andere twee bordjes willen ze niet eens. Oh, en dat rode, dat komt van deze bordjes af. Geen zorgen, guys. Die bordjes die geven af. Het zit nu ook op mand. Dat komt als de speeksel bij komt, dan wordt het roder en dan geeft het af op de kussen. Dus geen zorgen dat het bloed is of iets, maar het zijn echt puur die bordjes. Moet je kijken hoe fel die band is. Hij is echt fel hoor. Hij verlicht gewoon heel... Als hij zijn hoofd draait, wordt het steeds lichter. En die van hem ook. Je geeft licht. Je kan toen die kersttoren op allebei. Angel. Zo, maar deze blauwe is echt lekker fel. En deze is ook echt fel, jongen. Nou, hè, met oud en nieuw, als jullie wegschieten, dan weten we waar je bent, Angel en Bomba. Het is voor mij tijd om lekker mijn bedje in te gaan kruipen. Ik zit er ook al lekker in. Zoals jullie kunnen zien, ik ben echt gewoon kapot van het sporten. Ik heb echt 20 minuten heb ik op de loopband gelopen en gerend. Laten we zeggen 10 minuten lopen, 10 minuten gerend. Daarna heb ik mijn bovenbenen getraind. Daarna heb ik mijn buikspieren gedaan. Daarna heb ik mijn armen gedaan. En oh, het is... Als je gelijk in één keer zo paf intensief gaat, dan komt het wel eventjes als een klap aan. En zeker als je zo lang niet meer hebt gesport en hebt gerend, dan komt het gewoon echt hard aan. En het is helemaal niet erg. Ik ben er juist blij om. Maar het maakt je wel echt kapot. Ik ben echt moe. Als ik weet niet wat. Ik heb mijn vlog ook al geëdit. Ik zal dat eigenlijk in de middag doen. Maar omdat ik eerst de zolder ging opruimen. En daarna onverwachts ineens doorgekreeg. Dat Nijs een halve dag had. Omdat hij naar de tandarts moest. En dat was hij vergeten. Kon ik de vlog niet editen. Dus ik heb dat nu allemaal gedaan. Hij staat ook online. Dus ik ga nu met een gerust hart slapen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Voor deze video dan leuk. Bloem dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou morgen bij een nieuwe vlog. Heb jij nog wat te zeggen, schatje? Je zit zo te mouwen. Zeg maar doei, tot morgen.